Sinds een maand is de Europese Centrale Bank bezig met beleid van quantitative easing, oftewel monetaire verruiming, de 1000 miljard. En die 1000 miljard die wordt nu voornamelijk ingezet voor het opkopen van overheidsobligaties. En dat leidt mijns inziens en tot het ontstaan van nieuwe bubbels op de obligatiemarkten en de aandelenmarkten. Het zou veel beter ingezet kunnen worden voor financiering van infrastructuurprojecten in Europa. Een beter beleid is dat die 1000 miljard monetaire verruiming er voornamelijk wordt ingezet door de ECB via het opkopen van obligaties uit te geven door de Europese Investeringsbank. En de Europese Investeringsbank, de EIB, zou dat dan kunnen gaan gebruiken, dat geld, voor investeringen in de Europese infrastructuur. Denk aan bruggen en wegen, maar denk ook aan koppeling van elektriciteitsnetwerken in Europa. Denk ook aan glasvezelnetwerken. Duurzame energie en tenslotte verdergaande investeringen in de Europese kenniseconomie. Dan leidt dat, in tegenstelling tot opkopen van overheidsobligaties, wordt daarmee direct de vraag in de Europese economie gestimuleerd. Dus dat is goed voor economische groei en voor het tegengaan van werkloosheid. Maar tegelijkertijd zijn deze investeringen die ik noem heel erg ook bedoeld ter versterking van de aanbodzijde van het Europese economische proces, van de economische structuur. Dus daarmee ga je ook de concurrentiekracht van Europa ga je vergroten. Dus je hebt dan eigenlijk een aantal dingen. Je hebt de monetaire verruiming. Nog steeds heb je dat het deflatierisico wordt gekeerd, dat de euro zwakker wordt ten opzichte van de dollar. Maar je richt het niet op het creëren van nieuwe bubbels op aandelen en obligatiemarkten, maar op versterking van de economische vraag en versterking van de Europese concurrentiekracht. Het betekent dat de Europese Investeringsbank een opdrachtgever wordt in Europa. In de huidige beleid van quantitative easing is het zo dat de Europese Centrale Bank voor maximaal 12% van dat bedrag, van die 1000 miljard, obligaties van Europese instellingen mag opkopen. En wat wij dus eigenlijk voorstellen, want dit is een plan wat ik samen met Wim Boonstra, de hoofdeconoom van de Rabobank, heb gelanceerd, is dat wij zeggen die 12% zou dus veel groter moeten worden. Dan kan dat geld op deze manier worden besteed ter versterking van de Europese economie. Betekent ook dat er misschien politieke keuzes gemaakt worden door die Europese Investeringsbank waar wel en waar niet te investeren. Dat wordt dus ook een soort jacht op wie krijgt het, haalt het geld binnen. Ja, maar dat gebeurt eigenlijk nu ook al. Hè. De Europese Investeringsbank is natuurlijk al een speler in deze markt die al heel veel ervaring heeft opgebouwd. Ook naar het kijken van economische rentabiliteit van projecten uit diverse Europese landen. Dus de ECB of de EIB is niet nieuw in dit spel. Het zou wel betekenen, dit is natuurlijk veel massaler dan de Europese Investeringsbank tot nu toe gedaan heeft. En dat betekent dat er ook uitbreiding moet zijn, maar dat er ook heel veel adviseurs, consultants en zullen moeten worden ingehuurd om die projecten te beoordelen, maar wel onder auspicie van de Europese Investeringsbank. Is er al door de politiek iets over gezegd of dit een interessant plan is? Nou, het interessante van dit plan is dat het over het algemeen hele positieve reacties krijgt. Of je nou praat met bankiers of je praat met politici. Het past natuurlijk ook een beetje bij de Europese investeringsagenda. Het plan van Juncker, de voorzitter van de Europese Commissie. Alleen het grote probleem waarom het plan Juncker moeilijk van de grond komt, is dat daar heel erg sprake is van cofinanciering. Dus dat er ook private partijen allemaal bijgehaald moeten worden om die projecten te financieren. En dat is toch voor heel veel landen moeilijk, want de vraag is natuurlijk, wat zijn dat voor projecten en willen die private beleggers die risico's wel dragen? In ons voorstel zou dus die financiering, zeg maar, voor bijna 100% door de ECB worden gefinancierd.